elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Mauricio Garcia de la Vega, wordt hij wel of geen eigenaar van Roda? Er kwamen nare publicaties uit Mexico over hem. En de KNVB onderzoekt hem nog altijd. Ja, stemmen gekleed natuurlijk voor de derby van het zuiden. De klassieker met de zachte G. En eens kijken wat dat gaat opleveren. Nou, dit is toch een hele aardige van Luc Maarders. Verdediger mee opgekomen bij de corner die genomen werd door Schrooien. En zo laat de MVV dus al snel zijn ware gezicht zien in deze wedstrijd. En heeft Roda het geluk dat het houtwerk nog even een Maastricht succesje in de weg staat. MVV begint eigenlijk sterker. Van de Hurk, dit is kort en dit had een moeten zijn. Maar weer zit er een engeltje op de lat. De Jong, hij met het geplaagde Roda pas één puntje gehaald. MVV heeft in elk geval al een overwinning hier. Alberg, goede redding. Hele goede redding van Deusings, de Belgische keeper. Die weet dat Bertrams er ook nog aankomt. Dan de hoekschop die Kroes gaat nemen. Hij ging deze zomer van MVV naar Roda. Dat wordt hem in Maastricht niet in dank afgenomen. Kijk eens wat er allemaal naar hem gegooid wordt. Dan besluit de scheidsrechter Baks even tot een afkoelingsperiode. En dan uiteindelijk als het hier ook weer wat stiller wordt, kunnen we weer verder gaan met de wedstrijd. Geen kansen meer voor rust dan na rust met Schrooien. Is sneller dan de Belg Duurwaal. En heeft een goed linkerbeen. Daar zit veel gevoel in. En kijk eens, daar gaat zo'n balletje. En hij is niet groot, maar zijn daden wel. Serhat Kot maakt dan het verschil. Hij kwam deze zomer over van Fenerbahçe om zijn carrière een impuls te geven. Overgehaald door Oesta natuurlijk. En daar krijgt de MVV geen spijt van. Hij kopt hem prima binnen en zij zijn blij. En uiteindelijk is de overwinning daar voor MVV 1-0 op Roda.